En natuurlijk de crash daarvan. Felix Berends toch wat last van zijn enkel zo te zien. Maar bij het korte na race nummer 18, de laatste finale van vandaag, is de ladies categorie 12 en 13 jaar. Junita Walburg, Esmee van den Naald, Megan Ross, René Planting, Anja Jacobs, Michelle Laponde, Lucinda Thuishoff en Hitske Bloemhoff. Oh, hele slechte start daar eigenlijk van Hitske Bloemhoff. En dan, nou, slechte start, ja, ligt al een beetje voor. Dat kan toch geen spannende strijd worden, zou je zeggen, bij deze internationale toppen. Zij hoort bij de beste vijf dames in die categorie van 13 jaar. En dat zie je hier ook wel. We zullen het morgen in Doetinchem ook zien. Ook daar is ze natuurlijk een tof favoriet. Dat is altijd al de strijd. Deze dame. Hey, kom op! Frits BMX Racing. Hitske Bloemhoff daar op plaats nummer 1. Wij gaan kijken naar de tweede plek. Oh, Michelle Laponde. Oh, crashing daar, Michelle Laponde. Goeie vocht gereden van die tweede naar die vierde naar de tweede plek ging ze. En dan haakt ze even in het wiel van Anja Jacobs. En dan gaat ze daar toch vervelend onderuit. En dan is het Lucinda Thuishoff die daarvan profiteert. Nou, het was al niet spannend, maar nu natuurlijk helemaal niet meer. De snelste, de laatste kampioen hier op het Sallands kampioenschap is Hitske Bloemhoff. Zij gaat naar 1 voor Lucinda Thuishoff. En er komt nog een aanval op 3. Een aanval op 3 van de dame uit Nijverdal. Dat zal René Planting zijn. Zij gaat met die derde positie naar huis. De prijsuitreiking doen we via Park.